In het jaarplan van de regering staat aangegeven dat 69% van de ontbossing komt vanwege de kleinschalige goudsector. Dit zei John Goedschalk, directeur van Conservation International, gisteren bij de afronding van de training voor journalisten en mediawerkers. De training is georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname in samenwerking met de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Goedschalk gaf aan dat als de meeste ontbossing inderdaad komt vanwege de kleinschalige goudsector, er iets niet klopt aan de cijfers. Heeft te maken met kleinschalige goudwinning? 69%, dat is wat in het jaarplan staat. In het jaarplan zeggen ze 69% van ontbossing komt vanwege de kleinschalige goudsector. De kleinschalige goudsector heeft in datzelfde jaarplan een bijdrage aan de staatskas van $15 miljoen. Dan ga ik weer denken van oké, wacht even. Als we 18.000 hectare hebben op het bos, daarvan is 69% toe te weten aan kleinschalige goudwinning, is ongeveer 11.000 hectare. 11.000 hectare weg, $15 miljoen. Maar ik heb hier toch met al die andere economische cijfers van die 30.000 mensen die daar werken. Dus het is erg moeilijk voor mij. Daarom zeg ik, ik zeg niet dat er dat niemand verdient. Ik zeg, ik kan het niet volgen. Nou, de overeenkomsten die ze hebben, zijn dat ze $12 per kubieke meter krijgen. Als je $12 per kubieke meter krijgt, dan is er een af tegen 1000 hectare verlies. Dat is dan weer x aantal kuub per boom, aantal bomen per hectare. Het klopt gewoon. Nog een keer. Maar waar blijft het dan? Het is een heel simplistische benadering. Ja. Maar het in de praktijk is absoluut niet zo. Er is een heel ander systeem van hoe hoog dat is. Goedschalk zegt dat de rol van bomen en bossen in het klimaatsysteem erg ondergewaardeerd wordt. Ik wil nooit zeggen van luister, ik ben boven staan, ik pak minder, ik ben gegroeid. Dus het is een manco geconstateerd in hoe de rest van de wereld, of de wereld, de klimaatregulatiediensten van de bossen vergoed. En daar is op één moment een afspraak, of een reeks afspraken zich gestaat. Over hoe ga je nu rekenen, belonen, veiligstellen dat landen als Suriname en anderen die bossen hebben, dat die vergoed kunnen worden voor het in staat worden van hun bossen. Of in ieder geval minder van de bossen. Het heet ook Red Plus. We hebben gezocht naar een manier om vergoeding te kunnen kwantificeren en kunnen waarborgen. Daar is er een systeem voor gemaakt. En het systeem heeft er alles mee te maken dat er een heleboel veiligheidsklemmen zijn ingebouwd in hoe je vergoedingen doet. Maar de betalende landen die maken zich zorgen dat ze dat geld zouden geven. Het zou verdwenen voor corruptie, of het zou alsnog gekapt worden. Dus het is een heel, best wel complex systeem eromheen gebouwd. Je kan dus niet als staat zeggen, hier is een bewustzijn met geld. Je moet aankomen dat je al die verschillende onderdelen moet inzetten. Anticorruptie, monitoring van je systemen, hoe je het geld gaat verdelen als je krijgt, zo maar door. Tot zover John Goedschalk, directeur van Conservation International. Hij heeft gisteren een slotpresentatie gehouden bij de afsluiting van de training voor journalisten en mediawerkers. De training Cijfers liegen niet is georganiseerd door de VES en de SVJ en is gehouden in de vergaderzaal van Censo.